Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jaar van de Tuin. Een hele bijzondere aflevering dit keer, want we zitten niet in de studio. We staan in de Zeeheldenbuurt. U weet nog wel, het project wat al een hele tijd loopt om de Zeeheldenbuurt te vergroenen. Om de tuinen op te knappen, om de tegels eruit te halen en de planten erin te zetten. Nou, nu voegen we de daad bij het woord. Want vandaag zijn we, zoals u hier achter me ziet, heel erg druk bezig met het weghalen van de tegels uit de tuinen en het erin zetten van enorm veel planten. Het is heel veel planwerk en het is heel veel werkwerk. En vandaag gaan we kijken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Wat we vandaag gaan doen, we hebben natuurlijk eigenlijk alle ontwerpen gemaakt. En nu is eigenlijk het moment gekomen van de uitvoer. Dus een leuke dag. Leuk, we gaan 4 tuinen gaan we aanplanten vandaag. Wat je hier inderdaad ziet is eigenlijk, ze hebben hartstikke mooi de tegels eruit verwijderd. Waar je dan eigenlijk naar moet gaan kijken is hoe dik is het zandbed. Vaak onder betegeling doe je zand. Zand is dan weer niet zo heel erg goed voor planten. Dus wat je hier ook ziet heel goed, ze hebben, het was een hele dikke laag zand wat eronder zat. Ik geloof als ik kijk wel zo'n 30 centimeter. Houden plantjes niet van. Dus wat ze eigenlijk hebben gedaan is het zand eruit geschept. En dan wordt er goede aarde wordt er opgebracht. Dus dat is als eerste. Dus je haalt het zand eruit, je brengt goede aarde op. Dan ga je de planten allemaal eerst uitzetten op zijn plek. Dus je begint niet plant voor plant, maar je wil eerst kijken, is de verdeling goed? En daarna ga je de gaten maken voor de plantjes. En nooit vergeten, ook de potjes moeten eraf. Ik heb wel eens meegemaakt dat we iets doen en dat er heel mooi in is, maar dan kan die niet goed wortelen met potje erop. Dus je haalt de potjes eraf. En in dit jaargetijde is het eigenlijk is de grond vochtig genoeg. Dus ze hoeven niet ondergedompeld te worden. En het weer doet het meeste, dus ze krijgen vocht genoeg. En dan is het eigenlijk wachten. Tot voorjaar. Ik zit hier in de voortuintje, hier in de Hermanstraat. En daar zitten wat taaie tegels. Die worden er nu uitgeracht, denk ik dat het goede woord is. Lukt het een beetje? Jazeker. Alles voor de goede zaken. En ik kan het iedereen aanraden om in het tuintje van andere mensen op tegels te gaan zitten hakken. Ja, want in het dagelijks leven, wat doet u dan? Doe ik echt totaal andere dingen. Dus... Voelt zich nu al beter? Ik voel me nou al een stuk beter. Maar het initiatief is zo vreselijk leuk. Dat je probeert om concrete vorm te geven aan vergroening in de wijk, vergroening in Leiden. Dat is echt wel een heel belangrijk onderwerp. En vandaar dat het meer dan de moeite waard is om even in een soort burenassistentie mee te doen in het verfraaien van tuintjes. Mensen hebben een leuk ontwerp gemaakt. Ja. Dus ik weet zeker dat ik de komende jaren elke aanleiding zal aangrijpen om door het straatje te rijden en dan te zeggen, dankzij mij staat hier een prachtige klim op. Zo, hier in de achtertuin van Mireille nu met Renske en Maartje. Lukt het een beetje? Nou, het is moeilijker dan we dachten. We dachten even graven, maar dat gaat nog best wel diep eigenlijk, 50 centimeter. En is het een beetje goede geschikte grond om te graven? Nou, er zit een laag in van ik weet niet wat. Maar... Steenkool? Ja, steenkool, alles. Ik weet echt, ijzertijd, het ligt er allemaal tussen. We'll be right back.
Er moet thee en koffie zijn om de mensen te verwarmen bij het harde werk. En daar staat u voor. Ja, daar staan wij voor. En dat doen we met alle liefde. En je weet het ook wel, tegenwoordig zijn de tuinen allemaal bestraat. En het water niet weg kan. En dan is het best wel een beetje goed dat ze dan een heleboel straattegels eruit halen. En daar weer gewoon mooie plantjes voor terugplanten. En dan kan het regenwater zijn werk doen en niet naar de riool lopen. En het is ook een beetje water wat we dan kunnen gebruiken, wat ook voor de tuinen goed is. Ja, precies. Maar we bewateren de mensen met de thee en met de koffie. Met de koffie. En hij is heerlijk. Ja, zeker. En hier staan we bij Natasja, Rick en Amelie. Er is hier al het een en ander gebeurd volgens mij. Wat is er hier gebeurd allemaal? We hebben wat gaten in de grond gemaakt voor de plantjes. Ja. Heel mooi. En wat komt er allemaal? Zoals eerder besproken krijgen we wat fruitboompjes. Er komt een bloemenborder. Dus voor mij nog niet heel duidelijk wat er komt. Maar het is in ieder geval gezien de legenda van de tekening die we hebben gekregen, komt daar echt van alles wat. Oké, en zin in dat het allemaal klaar is? Ja, heel veel zin in dat het klaar is. Ja, want zijn nu alle gaten gegraven? Ja, alle gaten zijn gegraven door Rick. Goed bezig. En dan volgende week de beplanting, volgens mij, hè? Ja, ik geloof het wel, ja. Zit er wat moois tussen? Ja, ik denk het wel, ja. Oké, nou ja, volgende week zijn we hier weer terug en dan gaan we het meemaken. Zin in? Ja, zeker. U een beetje teugels in de tuin? Ja. En houdt u ervan of liever wat meer groen? Nee, ik hou ook van groen en ook voor tuin. Tegeltjes. Heeft u een beetje planten in de tuin? Geen planten niet, maar alleen maar voor. Klein tuintje dan wel, maar achter nog niet. Oké, daarachter is een tegeltuintje. Nou. Kom wel dat ik een dat plantje. Nou, dat horen we graag. Zo, en hier staan we weer in nog een achtertuintje, waar volgens mij zijn jullie nog bezig? Als het goed is zijn we klaar, ja. Geloof ik. Ja. Ja, vegen misschien, maar netjes achterlaten uiteraard. Ja. Ja. Oké, want er zijn een paar stukjes uitgetrokken, ja. Want het ligt hier ook, het ligt hier zo mooi, dat wil je er niet uithalen natuurlijk. Nee, dat zou zonde zijn toch, ja. Dus maar in ieder geval twee mooie perken en hierachter, wat komt hierachter? Een lijfruitboom. Ik dacht een appel, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Oké, nou in ieder geval een mooie fruitboom. Van 50 bij 50, dus ik denk dat het ongeveer zo wel klopt. Denk het wel. Ja. Nou, dan is hier het werk. Volgens mij zijn jullie als eerste klaar. Ja, ik geloof het wel, maar volgens mij moet je dan de rest gaan helpen. Dus we zijn nog niet echt klaar. Maar finish is gehaald inderdaad. Ja. Nou, het is dankbaar werk in ieder geval. Dat klopt, ja. Ja. Ik ga erna gelijk weer de boeken in, maar voor nu is het wel leuk even tussendoor. Ja. Ja, nou ja, het is ook vooral leuk natuurlijk omdat dat je het bij mensen doet die zelf lichamelijk dit soort zware klussen, stenen sjouwen, gaten graven, niet meer zo goed aankunnen. Dus het is gewoon heel leuk werk om te doen. Ja, ja. Dankbaar werk. Zo is het. Ja. We zijn op de wereld om elkaar te helpen niet meer. Ja. Prachtig. Ja.
Zo, heel erg hard aan het werk? Ja, best wel. Lekker workout. Gelukkig heb je een hulpkracht. Ja, heel fijn. Ja, echt superleuk project ook. Zo, en het is al, volgens mij ben je al bijna klaar? Of, We moeten een paar diepe kuilen graven. Hier komt dan bamboe bij mijn werkplekje binnen. En daarachter komt ook iets hoogs. Nou, en dan, dat was het belangrijkste. Stenen zijn eruit. Achter nog een beetje stenen eruit. En dan is het klaar voor de volgende stap, volgende week. Ja, spannend. En dan volgende week is het eigenlijk, als het mee zit, zo goed als klaar. Ja, ja, ik ben echt heel benieuwd. Wil je er echt een beetje een groene jungle van maken? Dat het ook leuk is voor de buurt, hè? Er is al zoveel steen. En wij zien er niet zoveel van uit de ramen. Maar ja, heel fijn dat het hier dan ook netjes is. Douwe, we zitten hier in de achtertuin van Jannie. En jij hebt je bent aan het graven. Ja, ik dacht hier mooie plantjes te kunnen gaan zetten. Maar er moet nog eerst wat zand worden afgegraven en wat steentjes verplaatst worden. En zoals je ziet heb ik hier niet alle steentjes meteen in de container gegooid. Laat ze liggen, leuke waaltjes. Daar kunnen allemaal nog mooie beestjes tussen kruipen. Laat het maar gebeuren. Natuur nabij. Hier komen straks allemaal nog mooie hebes in, heb ik gehoord. En daar heb ik nog een stapel dingetjes van steentjes. Laat voorlopig liggen. Zet er een bloempot op. En laat het gebeuren. Geniet van de tuin. En veel plezier, Jannie. Zo, dan zijn nu de stenen eruit. Dat was een hele klus, maar dat is allemaal gedaan. Dus nu moet er her en der wat zand weggeschept worden en wat aarde erbij gedaan worden. En dan kunnen de plantjes erin. En nou, we beginnen gelijk maar hier achter mij in de tuin van Barbara. Gaat u mee? Zo, Barbara, er is een hoop gegraven hier. Er zijn een hoop tegels uit. En wat gaat er allemaal in nu? Ja, die namen die ken ik niet uit mijn hoofd. Een Brunera Jack Frost en bamboe. En een nog wat Japonica. Nou, echt in ieder geval allemaal planten die in het bos leven. Dus op schaduwplekken. Dus ja, een paar mooie bodembedekkers die het hier tegen die muur goed gaan doen. Ja, ja, er zijn al een paar klimplanten. Varen kwam er ook nog bij. Geranium. Nou, uiteindelijk toch nog 5 namen genoemd. En het wordt een mooie woeste tuin zo, volgens mij. Ik hoop het. Ja, ik hou wel van jungles. Dus. Vrouw en kinderen van huis? Ja, zeker. Dus vandaag even alleen klussen. Maar dat gaat eigenlijk wel goed. Dan kan er ook niemand in de weg lopen. Zo moet je het ook zien.
Ben je al bijna klaar? Zo te zien wel, ja. We hebben net even de plantjes uitgezet waar alles moet komen, zoals je ziet. Want ik heb de legenda gezien en ja, ik word er geen wijsheid, ik ben geen plantenkenner. Dus we hebben het nu even uitgezet en de aarde zit erin. En zometeen even de plantjes erin. Het is 11:45, bijna klaar. 10 minuutjes zit het er allemaal in. Nou, 10 minuten vind ik wel heel voorspoedig, maar heel optimistisch gezegd. Nou, ik denk nog een uurtje, dan zit alles er wel in. Mooi, en dan, dan komen ze thuis, kunnen ze het gaan keuren. Ja, zeker weten. Hopen dat ik het goed gedaan heb, maar ik ga er wel vanuit. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Zo, we staan hier in het achtertuintje van Mireille. Er is hier flink veel gebeurd. Ita, wat is er hier allemaal gebeurd vandaag? Nou, we kwamen hier en toen was het een soort... Er zaten allemaal gaten in de grond. Alle tegels waren eruit. En verder, als ik het in mijn woorden mag zeggen, leek het een beetje nergens naar. Het was, ik zeg het maar eerlijk zoals het op mij overkwam. En als je dan kijkt wat er moest gebeuren, dan hebben we eerst gesjouwd met een boom en struiken en planten. En overal ergens neergezet. En toen kregen we instructie wat je waar neer moest zetten. En dat er heel veel aarde bij moest. En dat zie je nu gebeuren. Dus nu zie je overal aarde op de grond. En een aantal planten moeten er nog in. En dan denk ik, zo, wauw, wat een verschil. En dat is eigenlijk wat ik denk. Heel mooi. En we zijn al heel end ook. Wat moet er nog gebeuren, Mireille? Nou, de aarde moet nog helemaal vlak gedaan worden. De plantjes, er zijn al een heleboel plantjes geplant aan die kant. En hier komen ook nog allemaal plantjes. Daar moet nog wat plantjes gedaan worden. En dan moet het glad gemaakt worden voor het gras. Rianne van de Lions, bent hier vandaag om te helpen in de tuin hier in de Hermanstraat. Waarom? Ja, wij zijn een Lions Club met ruim 20 vrouwen, ergens tussen de 50 en de 70. En wij doen elk jaar altijd een aantal acties. Soms is het een actie om geld te verdienen, dus door wijn te verkopen of iets anders. Maar soms is het ook een actie waar het gewoon om de daadkracht gaat. En waar we dus met een aantal mensen helpen met... om iets moois te maken, zoals nu deze tuinen in de Hermanstraat. De gastvrouw en de gastheer waren gewoon echt heel blij. En we zagen een klein jongetje van een jaar waarvan we denken van... nou, als die gewoon ziet dat die boompjes straks, die plantjes straks het allemaal goed doen... dat neemt hij voor zijn hele leven lang neemt hij dat mee. Er zitten wat bodembedekkers, waardoor je dus de poezen straks het niet meer zo goed de weg weten daar in die tuin. En planten die tegen de muur opklimmen, die gewoon straks het mooie bloemen geven tegen de muur. Dus het is wel uitgekozen op een beetje stevigheid en een beetje bloemen straks. Nou, dan ben ik benieuwd over hoe het hier over een half jaar uitziet. Ja, nou, over een half jaar moeten ze natuurlijk allemaal niet zijn doodgegaan. Dat is de eerste criterium. Maar vanmiddag gaat het regenen. Dus dan hoeven wij nu geen water te geven. Want anders moet je altijd plantjes water geven als je ze verpot hebt. Maar we weten dat het gaat regenen. Dus dat gaat vanzelf goed. En dan moeten de mensen die hier wonen moeten ze gewoon goed in de gaten houden. Dat ze dus het gaan doen. En volgend jaar bloeien ze allemaal prachtig. Thank you.
Zo, hier met Rick. De laatste keer dat we jou zagen, Rick, was je nog heel erg hard aan het werk hier in de tuin. En nu is het is allemaal klaar volgens mij. Ja, zo goed als. Ik heb het in ieder geval even afgezet. Omdat, zoals jullie weten, hebben we die kippen rondlopen natuurlijk. En is het geen lang leven bezworen. Dus ik heb nu tijdelijk afgezet met kippengaas tot alles een beetje aangeslagen is. Maar ja, goed, je ziet, het is nu al een heel ander gezicht eigenlijk. Dus wij zijn er ontzettend blij mee. Ja, je ziet echt het verschil inderdaad. Want eigenlijk is er niet eens zoveel uit aan stenen. Maar gewoon die stukjes planten die erbij gezet zijn. Het is een hele andere tuin geworden. Prachtig. Ja, echt. Overal waar je kijkt zie je nu stukjes groen. En voorheen zat alleen naar de tegels kijken. Ja, daar word je niet vrolijk van. En nu als ik de tuin binnenloop. Ik moet zeggen, ik vind het heel erg leuk. Dus helemaal als het straks aangeslagen is. We zijn benieuwd. Dan kunnen jullie hier komen plukken. Nou, dat kom ik ook zeker doen. Nou, je bent van harte welkom, dat weet je. Rijden. Kijk nou eens hoe het is geworden hier. Fantastisch, hè? Het is zo anders. Ik ben er zo ontzettend blij mee. Ja, ik vroeg me even af of we wel in de juiste tuin waren toen we hier aankwamen lopen. Of er niet een paar achtertuintjes verwisseld waren, want het is niet meer dezelfde tuin. Nee, helemaal veranderd. Ik ben heel erg blij ermee. Ik kan niet wachten totdat het weer mooier wordt, zodat ik kan zien wat er allemaal gegroeid is. Ja, ik bedoel, we gaan nu even de winter door natuurlijk. Dus er gaan een hoop planten gaan in winterrust. Nou, je hebt in ieder geval je grasveldje. Hè? Ja. En dan gaat de lente komen. En dan zijn wij ook heel benieuwd. Dan gaan we zeker terugkomen. Ja, dat is hartstikke leuk. Jullie zijn altijd welkom. En hier vanuit de getransformeerde achtertuin van Jannie, waar het er nu zo prachtig bij ligt, net zoals bij die andere tuinen die we hebben gezien. En het waren 5 tuinen in totaal en ze zijn allemaal van de tegeltuinen die ze waren. De tegels zijn eruit gegaan, de planten zijn erin gegaan. Het is echt een wonder om te zien en we zien hoe blij de mensen ervan worden. En daarvoor willen we natuurlijk ook bedanken de bewoners zelf. De wijkvereniging van de Zeeheldenbuurt, de dames van de Lions, de dames van Minerva, die zijn langsgekomen. De mensen hier van Jaar van de Tuin, die zijn langsgekomen om te helpen met graven en spitten, met planten erin zetten. Alle vrijwilligers die uit het niets zijn verschenen, die ons hier zijn komen helpen.
iedereen die ons heeft geholpen bij dit project. Ja, enorm bedankt. Want jullie hoeft het allemaal niet te doen. Maar het is gebeurd. Jullie hebben het gedaan. En het maakt zo'n enorm verschil. En dat is ja, gigantisch lonend. En hopelijk deze 5 tuinen de eerste van nog 1000 tuinen hier in Leiden. En met die boodschap tot volgende week bij Jaar van de Tuin.